Hallo lieve mensen, welkom bij een andere video op mijn kanaal. Ik ben hier met mijn neefje Thomas. Klik op zijn kanaal om meer video's te bekijken. En onder andere ook om te kijken wat voor 5 voorwerpen ik moest raden op zijn kanaal. Ik ben benieuwd of jij dezelfde prestatie zal leveren. Dus laten we beginnen. Dat weet je niet. Laten we maar gaan beginnen. Zodat we kunnen kijken of het goed gaat. Hier gaan we met voorwerp nummer 1. Niet kijken, niet kijken. Hoge dicht, wat doe je? Pak een voorbeeld stoel. Een kaartje of zo. Ja, wat voor kaartje? Waar kan je dit soort kaartjes krijgen? Is het een of andere binnenactie van de supermarkt? Ja! Zo'n kaartje van de supermarkt, inderdaad, kijk maar. Ik heb alleen nog niet overgemaakt. Oh, wat is een voetbalkaartje? Ik dacht gewoon een sportkaartje of zo. No sponsor, maar ik kom bij de dekenmarkt. Ja, inderdaad. 1 punt. Ogen dicht. Want hier komt nummer 2. Aan de ene kant voelt het bekend. Aan de andere kant ook heel onbekend. Ik weet zeker dat je het kent. Komen volgens mij kruimels. Wat? Huh? Was dat een gok? Dat was een gokje. Nee. Mis. En dan wordt het logo. Nee. Oreo. Ja! Hier komt voorwerp nummer 3. Dat is er eerder dan ik dacht. Leg dit even op. Komt er wat uit? Als je het goed gebruikt, wel je. Een verf iets? Nee. Zal dat nou luchtje zijn? Zit in de buurt? Deels! Je gebruikt het voor het luchtje. Je gebruikt het voor het luchtje. Ja, en het is een variant die in Nederland bijna nooit voorkomt. Jij had het mij net ook laten raden. Deo. Ja. Gaan we naar voorwerp nummer 4. Is dat een man? Ja. Gaan we naar de laatste. Voorwerp nummer 5. Ja, Rubik's Cube. Een fidget cube. Noem je dat zo? Jongen, ik dacht dat deze vet leuk was. Hij is wel vet. Ja, gaaf hè. Als je wil kijken hoe ik het deed op Thomas' kanaal, ga daar naartoe. En dan kunnen jullie zien hoeveel punten ik heb binnengehaald. En mochten jullie meer video's zoals deze willen, laat dan een reactie achter met wat je graag zou willen zien. Laat ook wel een duimpje omhoog achter en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Dus, bekijk Thomas' kanaal en ik hoop jullie later weer te zien. Doeg!